Appelflappen bakken. We hebben eens een kookvideo voor jullie, want we dachten dat het wel leuk zou zijn. Want appelflappen, dat is eigenlijk super makkelijk om te maken. Maar we dachten om er een video van te maken. Dus het enige wat je nodig hebt is eigenlijk bladerdeeg, appels en die zitten kaneel en daar. In de frigo. Dus daar. Dus dan gaan we nu beginnen. Ik sta hier natuurlijk. Let's go! Dus wat je nodig hebt is, wij maken het trouwens voor 8 personen, bladerdeeg, kaneel, 1 ei, of dat kies je zelf, maar dat is voor op de bovenkant te besmeren. Een plank en normaal ook een mes, want zonder mes kun je niet snijden. En dan ook appels, hoeveel zijn dat er? Dat waren 8 appels. Oké, in deze coronatijden, ik moet me even bukken, want de camera staat daar. Moet je je handen wassen? Allee, jongen. Dus ja, dat gaan we nu doen. Met drift. Nu onze handen volledig proper zijn, kunnen we de appels snijden. En wat je doet eigenlijk is gewoon de appels snijden in blokjes, zo groot als dat je zelf wilt. Hoe kleiner de brokjes, hoe... Ja, het gaat meer puree, appelpuree worden. Dat klinkt appelmoes, noemen we dat ook. Wauw. Maar dus, ja, wij willen dat niet, want dat is niet lekker. En 2 theelepels kaneel. En dan meng je dit ook een beetje door elkaar, zodat de kaneel op elke appel is. Daar moet eigenlijk ook nog 1 eetlepel suiker bij. Ja, maar we hebben dat juist gezegd. Doe de suiker al bij de appels hebben gedaan, dus deze er al bij. Dan rollen we ook het bladerdeeg open. Hij ligt in de weg. Dat is moeilijk met 1 hand, dus ik ga het even ook oprollen. De appels zijn nu door elkaar gemixt en we gaan nu met 2 rondjes, dus 2 rondjes uitsteken en dan in het midden een appel en dan op elkaar en dan aandrukken. Ja. Let's go! Oké, er is nu dus 1 volledig bladerdeeg cirkel opgebruikt met cirkeltjes. Dus nu dat aan net gepast. Je mag niet te veel, anders ga ik niet meer kunnen toeknijpen. Dan gaan we zeker nog appels open. Er is nog 1 bij of zo, een kleintje. Oké. Oké, nu leggen we daar dus een ander cirkeltje boven. Een beetje uittrekken en dan kan je met een vork. Auw. Sorry. Doe eerst misschien met je vingers een beetje toe. Zo. Ja, en dan nu met een vork. Dan krijg je daar zo'n mooi patroon. No. Maar dat is niet zo erg. Moeten ze te hatten? Of we kunnen dat zo ook een beetje. Ja, doe maar. Op naar de volgende. Ja, dus nu ga ik even invullen. Zo, dat is genoeg. Dat zou echt zielig zijn.
We gaan er nu een paar maken en we zullen gewoon telkens het eindresultaat tonen als het daarop ligt. Dus ja. Oké, omdat we nog veel appels en deeg over hebben, doen we dus nu wat boter in deze potjes. En dan gaan we hier een soort appeltaart van maken. Met zo'n reepjes deeg. Ja, zo'n soort, hoe noemt dat, franchipantaart. Maar ja. Maar met appels, hè? Ja. Ja, maar ja, je snapt het wel. Zo, ja. Oké, dat is. Terwijl Cato dus met dat borsteltje. Ze gaan je voortdoen. Dus ja, gewoon dat invrijven en dan een beetje suiker op doet. Ga ik allemaal stroken maken voor die dan straks op te leggen. Dus ja, we gaan nu Cato doen, want ik denk dat dat interessanter is dan gewoon stroken rollen. Oké, deze zijn klaar en deze ook, dus ze gaan nu ongeveer 15 minuten in de oven. Oké, die zijn klaar. Allee, toch, deze zijn klaar. Dan was dit weer de video voor vandaag. Vonden jullie het leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer zeker op ons kanaal. Doei!